Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Tony Soprano. Tony, als dat je echte naam is, ben je echt een baas. Maar Tony die vraagt aan mij, waarom squat iedereen? En is er een vervangende oefening van de squat, voor de squat? En Tony, dat vind ik echt, normaal zeg ik, weet je, enthousiast zeg ik, het is een interessante vraag. Maar op dit moment wil ik zeggen, dat vind ik een leuke vraag. Heel veel mensen die squatten en squatten. Waarom? Omdat iedereen het doet. Arnold Schwarzenegger deed het vroeger al. De grote jongens van nu, de Jay Cutlers, de sterkste man. Het maakt niet uit wie, ik, alle YouTube kanalen, iedereen die squat met een barbel. Automatisch denk je dan als mens zijn, oh, iedereen is aan het squatten, dus ik zal het ook wel gaan doen. Maar wat is de reden dat we squatten? En is er een vervangende oefening voor de squat? Twee interessante vragen. En Tony, om je vraag te beantwoorden wil ik eerst laten horen. Sorry, er rijdt een motor voorbij, het herrie hier. Wil ik eerst laten horen, laten zien, laten weten waarom ik vind dat we allemaal moeten squatten. En op een van die punten ga ik namelijk door. Een paar regels waarom we moeten squatten. Nummer 1 vind ik, het gebruikt heel de posterior chain. Dus letterlijk alles vanaf de bovenkant van je hoofd tot je nek, tot je schouders, tot je onderrug, benen. Tot aan je tenen, helemaal aan de achterkant, heel die achterkant van het lichaam wordt gebruikt. Dan natuurlijk ook nog, zoals je weet, je buikspieren, je quadriceps, alles wordt gebruikt. Daarop doorgaan, het lichaam heeft ongeveer 640 spieren, ligt er een beetje aan wie je uit elkaar zou snijden. Ongeveer 640 spieren. De meeste mensen, ik durf geen getal erop te plakken, ik gok dat je 300-400 spieren gebruikt. Ik heb geen idee, pin me daar niet precies vast, maar je gebruikt veel spiermassa. Waarom zou je 3 verschillende oefeningen doen als je in 1 oefening alles kan meepakken? Een derde puntje is dat wij, het squatten, daar ben je voor geboren. Dat is je bewegingspatroon, dat zit in je lichaam. Op het moment dat je naar een baby kijkt, dan kan die namelijk eerder squatten als dat hij kan lopen. Je bent gemaakt om te vallen en op te staan. En als je dat verleert, is niet best en het is gewoon weer goed opnieuw aan te leren, is gewoon een basisbeweging. En de laatste aandachtspunt waar ik het wat verder over wil hebben, is dat het de volledige knieflexie gebruikt en dat het de volledige, nou ik zal niet zeggen volledige, maar een groot deel van de bewegingsuitslag van de heup kan gebruiken. Als wij natuurlijk squatten, zie je dat de knie best wel wat, eigenlijk zo goed als al, een heel zijn bewegingsuitslag gebruikt en de heup voor een groot deel. En om je vraag te beantwoorden, is er een vervangende oefening voor de squat? Gaan wij eens even kijken waarom dat wel of niet zo is. Nummer 1, hier op de grond ligt een hexagon bar. Die hebben jullie misschien ook wel in de sportschool. Zou dit een vervangende oefening kunnen zijn voor de squat? We gaan in de squatpositie staan, recht onze rug, spanning, klein beetje vooroverleunen, hoppakee, squatten. Is dit een vervangende oefening voor de squat? Nee, dat is het zeker niet. Ik zeg niet dat het een waardeloos apparaat is. Het is een fantastisch apparaat. Alleen zoals je ziet is het aanhechtingspunt, mijn zwaartekrachtspunt, is mijn schouderkop. Het is dus net alsof ik een high bar squat aan het doen ben. Zoals jullie weten, en ik hoop dat jullie de video van vorige week hebben gezien, leg ik uit waarom een low bar squat in mijn ogen beter is. Die ligt wat lager. Dus op het moment dat ik nu naar beneden squat, zie je dat mijn torso niet volledig naar voren buig. Ik heb dus best wat lengte over op mijn hamstrings, op mijn billen, op mijn rugstrekkers. Dit vind ik dus geen vervangende oefening. Dan hebben we de leg press. Zoals je ziet blijft het torso ten alle tijden gebogen en je kunt dus niet helemaal rechtop komen. En hierdoor gebruik je weer niet de complete lengte van de voor- en achterkant van de bovenbenen, de billen en de hamstrings, etc. Dan als derde, Tony, dan hebben wij een lunge. Dus stel je voor, ik stap uit, ik zak naar beneden, ik hou mijn torso recht zoals je zou moeten doen met een lunge. En ik stap uit en ik begin te wandelen of je doet hem op de plaats, dat maakt niet zo gek veel uit. Dus op het moment dat ik hier rechtop sta, gebruik ik weer niet de volledige lengte van mijn billen, hamstrings, rugstrekken. Dit zou een betere hoek zijn als ik het vergelijk met een squat. Met een squat buig je verder voorover en is dus beter omdat je meer lengte gebruikt. Dan kan ik de lunge nog wel een beetje aanpassen, want de lunge komt aardig in de buurt. Dus ik kan, zoals ik net al aangaf, naar beneden zakken. En ik zak naar beneden terwijl ik tegelijkertijd met mijn torso iets
naar voren kom. Doe dit wel met een goede vlakke rug en stap door. Die variant van de lunge zou iets beter zijn. Maar die is wel wat moeilijker als je nog niet zo goede lichaamsbeheersing hebt. Dus, Tony, je vraagt om antwoorden. Is er een vervangende oefening van de squat? Je voelt hem al aankomen, eigenlijk niet. Die lunge die ik net voordoe, dat we voorover buigen, die komt aardig in de buurt. Zeker als je die gewoon statisch doet en je begint niet met wandelen, zodat je meer spanning houdt. Alleen, het probleem met die lunges is, op een gegeven moment sta je met 40 kilo, met een 40 kilo dumbbell per hand lunges te doen. Wat serieus zwaar is. Wat ga je doen? Ga je er nog meer gewicht op gooien? Het schiet niet op. Nummer 2 is dat je, zeker mensen die eigenlijk net beginnen met fitness, dat zijn veel mensen op dit kanaal, die zijn meer bezig met de stabiliteit. En als je op een gegeven moment met 40 kilo dumbbell staat te stabiliseren, raak je veel te erg afgeleid. Dus, mijn vriend Tony, leer squatten. Dat is gewoon de shit. Dit was Raymond Schultz. Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Daar kan je ook gelijk abonneren. TotalStrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.